Geachte leden van de Raad van de gemeente Hardenberg. Van harte welkom, goedenavond. En ik open de raadsvergadering van dinsdag 4 april 2017. En dat welkom, dat geldt natuurlijk ook voor de mensen op de publieke tribune. Fijn dat u er bent. En ook de vertegenwoordigers van de media hier volop vertegenwoordigd. Ook van harte welkom op deze raadsvergadering. Bij de mededeling hebben wij mededeling te doen van afwezigheid van mevrouw Baarslag en mevrouw Van den Hoek. En voor het overige zijn wij compleet, als het maar kan. De actuele vragenronde, agenda punt 2. Daar hoeft geen gebruik van gemaakt te worden. Dan gaan wij door naar agenda punt 3. De vaststelling van de agenda van deze raadsvergadering van 4 april 2017. Voorzitter. De heer Rodemond. Dank u wel, voorzitter. Om twee redenen die ik graag wil toelichten, wil ik graag voorstellen om agenda punt 7, het ontwerp, structuurvisie, herprogrammering, woningbouw, van deze agenda te halen en op een later tijdstip te behandelen. De twee redenen zijn dat wij naar mijn gevoel onvolledig informatie hebben over de toekomst van de woningbehoeften in deze gehele gemeente. Dat is toch de basis van deze structuurvisie. En punt 2 is dat wij in de oriënterende ronde hebben meegekregen van de portefeuillehouder dat de plaatselijke belangen zover aanwezig waren bij een informatiesessie tevreden waren met de gekregen informatie. En vervolgens krijgen wij in de tussenliggende periode twee brieven van plaatselijke belangen waaruit lijkt te blijken dat deze plaatselijke belangen in ieder geval helemaal niet tevreden zijn met het gelopen traject tot nu toe. Dus vandaar dat ik wil vragen om voorlopig deze structuurvisie niet te behandelen. Ja, dat, u geeft de toelichting daaraan, maar dan moet er wel een meerderheid in deze raad zijn die dat ook vindt. Het is een bespreekstuk, dus ik geef hem toch maar even aan. Ik kijk rond in de richting van de raad of u daar een meerderheid voor kunt krijgen. Nou, heer Breukeman. Ja, niet bij het CDA in ieder geval. Want de zaken die in de brieven staan zijn ook juist de zaken die wij vandaag nog eens extra aan de orde willen stellen. En we vorige keer hebben het ook heel nadrukkelijk over gehad dat we spreken over een ter inzagelegging. En dat is natuurlijk in die zin dus ook nog een keer terugkomt op de agenda. Dus wat ons betreft blijft het gewoon op de agenda staan. Ik maak even een rondje. De fractie van de ChristenUnie, mevrouw Hof. Wat ons betreft blijft die ook gewoon op de agenda staan. Te meer omdat er nog een heel traject volgt. Dus ik zou hem gewoon willen bespreken. Akkoord, dank u wel. De fractie van de VVD, de heer Bak. Wat ons betreft kan hij op de agenda blijven staan, maar ik deel natuurlijk wel een deel van de zorg die de heer Rodemond zojuist uit is. En laten we daar straks met elkaar het gesprek over voeren, zou ik zeggen. Akkoord, op koers ben nu. De heer Kloekhorst. Ik kan op de agenda wat ons betreft, vooral omdat het ter inzage wordt gelegd. Ja, akkoord. En de Partij van de Arbeid fractie tenslotte. Ja, we gaan behandelen en het komt nog aan de orde. De zorgpunten die meneer Rodemond aangeeft. Ja. Akkoord. Daarmee constateer ik dat een meerderheid van de raad zegt van wat ons betreft kan die op de agenda blijven staan. Ik heb net een krappe meerderheid geteld, inderdaad. Ja, ja, dank u wel. Misschien, ik weet niet hoe goed u kunt tellen, maar ik constateer een andere meerderheid. Maar een meerderheid is een meerderheid. Dus daarmee blijft het voorstel staan als agenda punt 7. Akkoord. En daarmee is deze agenda vastgesteld. Dat brengt ons bij het spreekrecht voor de agendapunten. Daar hebben zich geen personen voor gemeld. Ook nu niet zie ik geen aanstalten van personen die daar behoefte aan hebben. Agendapunt 5. Het vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 21 maart jongstleden. Er zijn geen opmerkingen binnengekomen over deze besluitenlijst. Ook nu niet. Daarmee is de besluitenlijst, kan die definitief worden gemaakt. Brengt ons bij de bespreekstukken. Allereerst bespreekstuk nummer 6. De doorontwikkeling van de vrije tijdseconomie in Hardenberg. En omdat ik daar als portefeuillehouder voor verantwoordelijk ben, geef ik de voorzittershamer over aan de heer Breukel. Goed, daarmee hebben we de inleiding van het stuk al gehad. Dan rest met de vraag om vragen wie er behoefte heeft om te spreken in de eerste termijn. Mevrouw Hansen. Meneer Odenk. Mevrouw Hansen, ga je gang.
Dank u wel, voorzitter. Op de eerste plaats willen we als fractie vaststellen dat we blij zijn met het feit dat we nu vooruit gaan kijken naar een hele periode van evaluaties rondom de doorontwikkeling van de vrije tijdseconomie in Hardenberg. Wij zien hele goede punten in dit stuk en wij hopen dat de betrokken partijen ook voldoende ruimte gaan vinden voor het werken aan innovatie in deze voor onze regio toch zeer belangrijke sector. Wij hebben nog twee punten die wij open hebben staan. Dat is de rapportage. Wij dringen aan en we horen graag wat de portefeuillehouder daarvan vindt, dat we toch ruim voor het eind van het jaar een rapportage krijgen over de gang van zaken, hoe het is gegaan, wat er gerealiseerd is. En het tweede punt is dat misschien is het op dit moment binnen deze coalitie nog niet mogelijk om te praten over koopzondaren, toch ook onderzoek te doen of er een behoefte is en dat er niet alleen maar gezegd wordt op basis van horen zeggen, maar daadwerkelijk de ondernemers vragen of een koopzondag een toevoeging voor deze gemeente zal zijn of niet. Maar voor dank. Dank u wel voor uw bijdrage. Geef ik het woord aan de heer Odink namens de fractie van de ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Met de nieuwe aanpak voor de vrije tijdseconomie en de nu voorliggende lange termijn agenda zijn wij als fractie tevreden. De doelstelling is duidelijk voor deze belangrijke sector voor onze gemeente. We willen de economische waarde van de vrije tijdssector verder versterken met meer gasten en bezoekers, meer bestedingen van dag- en verblijfstoeristen en groei in werkgelegenheid. En naast een directe economische waarde draagt de vrije tijdssector ook bij aan de indirecte waarden zoals een vestigingsklimaat en de versterking van andere sectoren. En is de sector mede bepalend voor de identiteit en het imago van onze gemeente. En daar zijn we blij mee. We snappen dat het eerste jaar in het teken staat van mobiliseren van de sector en het aanjagen van activiteiten. We zijn ook tevreden dat het college de betrokkenheid van de raad omarmt en deze wil meenemen ook aan de start van de activiteiten zoals deze zijn gepland in juni. Dus de symposium zoals die geagendeerd staat. Maar ook de raad serieus wil nemen en betrekken bij de jaarlijkse verslaglegging en verantwoording op onderwerpen zoals of de jaardoelstellingen zijn gehaald, welke inspanningen en jaarplannen liggen voor, welke onderwerpen of projecten heeft de sector in geïnvesteerd, al of niet met cofinanciering vanuit de gemeente. We zien ook die onderwerpen zeg maar graag terug in de jaarlijkse verslaglegging van de gemeente. Voorzitter, we kunnen niet genoeg benadrukken wat het belang is van deze sector voor onze gemeente, onze ondernemers en inwoners. En we wensen u en de betrokken partijen en medewerkers dan ook alle wijsheid en succes toe om dit platform en lange termijn agenda tot een succes te maken. Akkoord. Verder geen behoefte in de eerste termijn? Dat is niet het geval, dan vraag ik om een korte reactie van het college. Dank, voorzitter. Ik zal inderdaad een korte reactie geven. Ik ben blij als portefeuillehouder met de steun die ook in de vorige oriënterende ronde al is uitgesproken voor de plannen die nu voorliggen en de ideeën die er zijn. We gaan er hard mee aan de slag. Ook de steun net uitgesproken nog eens een keer door de ChristenUnie. Dat is denk ik goed inderdaad. Heel mee eens. Het mobiliseren van de sector, een belangrijke rol waar we nu volop mee aan de slag zijn. En dat mondt uit in inderdaad een symposium in juni, waar we natuurlijk ook de raad van harte voor uitnodigen. Eerste moment om ook eens even de balans op te maken, te kijken hoe de sector er zelf ook in zit, wat ze willen. Dus die uitnodiging ziet u tegemoet. Dus ook in de richting van D66 zou ik zeggen van dat is al een eerste mooi moment om eens even de temperatuurmeter erin te steken om te kijken hoe we er met elkaar voor staan, hoe we er tegenaan kijken. Dat zal in juni plaatsvinden. Ja, de rapportages, ik heb u vorige keer gezegd van laten we ook vooral aan de slag gaan. Volgend jaar dan ligt er een eerste rapportage, verantwoording, maar ook een doorkijk wat we dan weer gaan doen. Ik wou dat heel graag zo na de jaarwisseling doen, lijkt me een mooi moment. Maar dit jaar vooral aan de slag gaan daarmee. En mocht u zeggen van ja, ik heb toch behoefte om tussentijds iets te horen. U kunt altijd bij deze portefeuillehouder terecht of in de sector zelf bij partijen om te kijken hoe het ervoor staat. Die toezegging wil ik absoluut doen.
Wat betreft de koopzondag, we hebben daar vorige keer ook even bij stilgestaan. Ja, ik denk dat het goed is om nogmaals te constateren dat vanuit de zijde van de gemeente, het gemeentebestuur is gezegd van ja, we hebben een coalitieprogramma uit te voeren. Daar zijn we druk mee bezig en daarin is niet opgenomen dat we daarin nu gaan voorzien. Dus in die zin ja, zult u geen actie van de zijde van het gemeentebestuur verwachten om al dan niet een onderzoek te doen. Ja, dat is aan de sector toch zelf, mochten zij daar iets willen doen. En ik weet dat er gesprekken gaande zijn, geweest ook. Maar vanuit het gemeentebestuur zullen we daar niet actief op dit moment een rol in gaan vervullen. We hebben genoeg andere actiepunten, zeg ik dan maar, rondom het centrum van Hardenberg en dat van Delemsvaart, om daar volop mee aan de slag te gaan. En dat zijn we ook, en nou, u ziet ook in de media mooie resultaten daarvan. En, nou, volgens mij zijn we daar goed mee op weg. Dat was het, voorzitter. Akkoord. Is er een behoefte aan een tweede termijn? In ieder geval. Ik zie enige twijfeling bij mevrouw Kelder. Niet meegedaan in de eerste termijn, maar wellicht toch nog een goede vraag in de tweede termijn. Gaat uw gang. Een goede vraag? Niet, want we hebben net een vraag vlak voor de vergadering nog gesteld. We hebben daar ook antwoord op gekregen. Daarvoor dank. Dus dat wilde ik even zeggen. En op koers kan de lange termijn agenda ondersteunen. En we hopen dat de uitvoering van die lange termijn agenda ook goed gaat verlopen. Dank u wel. Een compliment en een stemverklaring. Stel ik voor dat we dan overgaan naar die stemming. Is er nog meer behoefte aan een stemverklaring? Dat is niet het geval. Dan vraag ik of u in kunt stemmen met het voorstel zoals het voor ligt. Fractie van het CDA voor, ChristenUnie voor, PVD voor, D66 voor, op koers en de Partij van de Arbeid. Dan is dat al dus vastgesteld. Dan geef ik de hamer weer over aan de enige echte voorzitter. Akkoord. Dat was agenda punt 6. Gaan we door met agenda punt 7. Ontwerpen, structuurvisie, herprogrammering, woningbouw. En uit de inventarisatieronde net bij de vaststelling van de agenda is mij volgens mij al duidelijk geworden dat nagenoeg, zeg ik, alle fracties daar wel het woord over zouden willen voeren. Ik begin bij de fractie van de VVD. Mag ik het woord geven aan de heer Bak? Dank u wel, voorzitter. Vanuit de VVD-fractie hebben wij het proces gevolgd. En wat we in Oron ook hebben aangegeven is dat wij vooral teleurgesteld zijn over het proces zoals het gelopen is. Met name het contact zoals het met de inwoners van de gemeente Hardenberg is geweest, heeft ons teleurgesteld. En dat hebben we in Oron ook aangegeven en we hopen in ieder geval dat voor de toekomst daar ook lering uitgetrokken wordt en dat we dat anders gaan doen. En dat is ook wel een beetje de rode draad, denk ik, door mijn betoog van vanavond. Want in dit huis spreken we veel over burgerparticipatie en het meenemen van onze burgers. Bij deze structuurvisie hebben we dat in mijn optiek vooral niet gedaan. En dat blijkt ook wel uit de reacties die we gekregen hebben van de plaatselijke belangen. Het maakt ook dat burgers niet volledig inzicht hebben van wat betekent dit nu? Wat betekent dit voor onze kern? Wat betekent dit voor onze leefbaarheid van onze kern? Want dat is waar het om draait. En informatie is niet toereikend geweest, heeft geen inzicht gegeven hoeveel huizen er uiteindelijk bijgebouwd kunnen worden. Dus die onzekerheid maakt dat je als gemeenschap bepaalde beelden krijgt wat zorg biedt. En wij hebben heel helder gezegd als VVD-fractie dat wij vinden dat het anders moet. Ik heb ook een motie voorbij zien komen van de coalitie. Ik denk niet dat daarmee ondervangen wordt wat hier voor ligt. Het is heel erg mooi dat die motie er is. Maar voor mij is het kwaad al geschied en praten we echt over het fundament waar we volgens mij als gemeente en ook hier als raad een andere verantwoordelijkheid moeten nemen. Dus ik wil vooral opteren dat dit moet leiden tot een cultuurverandering om zaken op een andere manier aan te vliegen en dat ga je niet redden met deze motie. Inhoudelijk heb ik nog een vraag die ik ook in de O-ronde gesteld heb. En dat is de vraag over of eventueel het schrappen van bouwcapaciteit in Q2, het tweede kwadrant, of dat kan leiden tot meer flexibiliteit voor het desbetreffende kernen. Daar heb ik in de beantwoording van de vragen geen helder uitsluitsel over gekregen. Dus die zou ik graag alsnog beantwoord willen zien. Volgens mij is dat een niet onbelangrijke vraag. En daarnaast, zoals net ook aangegeven, zou ik graag zien dat het college ook richting de lange termijn bewoners meer gaat meenemen
in wat de ontwikkelingen van hun gemeente nu zijn en wat dat voor hun kan betekenen. Voorzitter, dit was mijn bijdrage. Akkoord, dank u wel. Een fractie van... Meneer de voorzitter, mag ik een vraag stellen aan u? Ja, de heer Boersma. Kunt u mij uitleggen dat u praat over een motie die nog niet onderdeel uitmaakt van de beraadslaging? Nou, de motie die is ons toegestuurd en ik nam even de vrijheid om daarop te reageren, om daar mijn mening over te geven. Formeel is dat niet juist. Dat kan zo zijn, maar ik heb toch de vrijheid genomen, meneer Boersma. Dat heeft u gehoord. Akkoord, lijkt me voldoende. Het woord is aan het CDA, de heer Breukelman. Ja, voorzitter, ik zal de motie dan straks ook maar indienen. Dan maakt die onderdeel uit van de discussie. Goed, voorzitter. In Nederland is het woord ontslakken inmiddels bekend. Tenminste in de wereld van de ruimtelijke ordening. Initiatieven van het actieteam Ontslakken Gebiedsontwikkeling, dat bestaat echt, hebben tot een heus ontslakkingsbeleid in vele gemeenten gevoerd. Waar minder regels en voorschriften gewenst zijn, kunnen ze ook afgeschaft worden. Zo is de bedoeling. Het lijkt er zelfs op dat gemeenten zich in een race bevinden. Wie het meest effectief ontslakt, u kunt dat vinden op www.ontslakkengemeente.nl. Ook de omgevingswet lijkt nog meer mogelijk te maken om effectiever te plannen en te bouwen. Het actieteam Ontslakken is ontstaan als een van de 17 uitvloeisels uit de actieagenda bouw. Het team bracht onder voorzitterschap van Friso de Zeeuw, praktijkhoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft, een brochure uit genaamd 40 wenken voor ontslakken bij gebiedsontwikkeling. En minister Blok besloot in 2015 dat er een extra budget beschikbaar komt voor een expertteam versnellen. Dat de opgedane ervaringen van de actiegroep Ontslakken en de actiegroep Vlottrekken Bouwprojecten verder moet brengen. Dit team zal samenwerken met de actiegroepen Bouwen op Vertrouwen en Nu al Eenvoudig Beter van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. U hoort het goed, voorzitter. Het verlagen van de regeldruk gebeurt in dit land door eindeloos veel uitvloeisels van afspraken, brochures, actiegroepen, expertteams die actiegroepen versnellen en samenwerkende versnelde actiegroepen. Chapeau zou ik haast willen zeggen, waar het niet dat ik ook weer niet te cynisch over wil komen. Deze inleiding, voorzitter, geeft mijn inziens een goed toonbeeld van de situatie die we hier vanavond voor ons hebben. Flexibeler, maar toch ook niet. En laat ik positief beginnen. Het CDA blijft voor alle kernen mogelijkheden zien op het gebied van woningbouw. En de ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening stemmen ons positief. Daar waar het gaat om de mogelijkheden om te bouwen naar behoeften en wensen van onze inwoners. En zonder direct allerlei betonvaste voorwaarden daarvoor te hebben. En we zien daarom uit naar de nieuwe wet. Anderzijds hebben we ook te maken met bijvoorbeeld de ladder voor duurzame verstedelijking. Een instrument dat is ingebracht om tot een goede ruimtelijke ordening te komen met een optimale benutting van de ruimte in de stedelijke gebieden. Maar ook om de risico's voor de lagere overheden wat te voorkomen. Het nadeel is echter een beperking van de speelruimte. En ook dat hebben we in het stuk kunnen lezen. De zorgen waren afhankelijk dan ook groot, want wat betekent dit voor de leefbaarheid en de vitaliteit in de kleine kernen? Of in alle kernen moet ik misschien beter zeggen. Hoe zou het staan met de toekomstige woningbouwplannen? Vragen die ook nadrukkelijk bij de plaatselijke belangen aanwezig waren. En tijdens de oriënterende ronde heeft het college een nadrukkelijk pleidooi gehouden. Een pleidooi dat ons positief heeft verrast. Wij waren en wij zijn er heel helder over. Mogelijkheden tot woningbouw in de kernen is van groot belang. Tevens vinden wij ook dat kansrijke projecten bij het doorlopen van de ladder niet moeten worden belemmerd door projecten die in de huidige fase nog kansarm zijn. En dit samen met het pleidooi van het college dat nieuwe woningbouwprojecten wel degelijk tot de mogelijkheden behoren, mits er voldoende onderbouwing is, geeft ons het vertrouwen om het stuk vrij te geven voor inspraak. Nu, over de informatieverstrekking valt nog wel een opmerking te maken, voorzitter. De brief aan de plaatselijke belangen was op zijn minst wat verwarrend. En voorafgaand aan de O-ronde heeft het college de plaatselijke belangen uitgenodigd en dit ook ruiterlijk erkend. Tijdens de O-ronde heeft het college dan nog eens herhaald
En vandaag is de grote dag dat wij op terugblikken dat het college dit erkend heeft. En daarmee is voor de CDA-fractie de kous ook af. Het uitnodigen tot herhaling hiervan, in welke variant dan ook, leidt tot devaluatie van de erkenning en dat moeten we niet willen. Wel had het pleidooi en de aanvullende informatie natuurlijk in het raadsvoorstel moeten staan. En daarom willen we ook dat er straks tijdens de definitieve vaststelling meer informatie en context door het college wordt gegeven. En dat er helderheid over het tijdspad en procedure worden verstrekt aan de betrokkenen. En daarom dienen we samen met de ChristenUnie en de Partij van de Arbeid de volgende motie in, waarvan ik met uw goedvinden enkel het dictum zal voordragen. Akkoord. Punt 1. Om in de structuurvisie herprogrammering woningbouw meer informatie te verstrekken over de ontwikkelingen in de lokale en regionale woningmarkt en de resterende plancapaciteit per kern. En punt 2. Om in het raadsvoorstel structuurvisie herprogrammering woningbouw een duidelijk tijdspad en de te volgen procedures neer te zetten waarop betrokkenen moeten handelen bij hernieuwde woningbouwplannen. En misschien als toelichtingen, voorzitter, daar staat duidelijk structuurvisie en niet ontwerpstructuurvisie, omdat wij doelen op de structuurvisie die de volgende keer hier aan de orde komt. Akkoord, helder en duidelijk. Motie ingediend door het CDA, gesteund door ChristenUnie en Partij van de Arbeid, zie ik. Motie nummer 1. Maakt akkoord. Concluderend willen we sturen naar een gezonde woningmarkt waarbij de voorwaarden voor de betrokkenen helder zijn en een gebouwd kan worden naar behoefte. En we zijn geïnteresseerd in de uitkomsten van de ter inzagelegging en treden daarna wederom graag met het college in overleg. Dank u wel. Akkoord, dank. Voorzitter. Ja, de heer Bak. Zou ik een vraag mogen stellen? Ja. De heer Breukeman. Meneer Breukeman, u geeft in uw motie aan dat u in de structuurvisie inzage wilt geven. Wat heeft u daarmee opgelost? Nou ja, ik hoef het niet veel meer op te lossen. Alleen er zijn een aantal vragen die ook leven in de samenleving. En die kunnen natuurlijk aan de orde komen tijdens de ter inzagelegging. Dat lijkt me de juiste formele weg om dat ook te doen. Dat begrijp ik, maar u heeft natuurlijk ook naar mijn betoog geluisterd. Heeft u daar voor de lange termijn iets mee opgelost? Nou, volgens mij bestond de onzekerheid bij de plaatselijke belangen die ik ook in de brieven gelezen heb, uit het feit dat het niet helemaal helder is hoe nou het pad richting de toekomst is. Dus wij vragen het college met de motie ook heel nadrukkelijk om dat helder neer te zetten, zodat men tijdig aan kan kloppen wanneer er hernieuwde behoefte is. Maar daarmee geeft u geen antwoord op mijn vraag. Nee, maar u stelt de vraag en ik geef de antwoorden. En een goed gebruik is om het juiste antwoord op de juiste vraag te geven. Dat klopt, maar ik vond mijn antwoord beter dan uw vraag. Maar goed, dan komen we in een wel eens niet een spelletje, voorzitter. Alleen... Misschien wilt u nog een poging doen. Misschien moet ik mijn vraag nog een keer duidelijker stellen, zodat u ook wat duidelijker antwoord kunt geven. Nou, misschien mag ik u een keer een tegenvraag stellen. Zeker. Kijk, er komen een aantal brieven van een aantal plaatselijke belangen. U heeft die waarschijnlijk ook gelezen. Ik dacht dat vanmorgen kwam er ook nog eentje binnen. Wat wij gedaan hebben, met een aantal andere partijen, is kijken hoe kunnen we nou die zorgen die in die brieven staan, dusdanig verwoorden dat die straks, als het stuk hier weer ter tafel komt en we er nieuw over gaan spreken, dat die vragen op voorhand in ieder geval beantwoord zijn. Daar komen wij met de motie. U komt niet met een motie of iets dergelijks. En dan vraag ik me af, ja, nu kunt u hier een redelijk cynisch verhaal houden over dat de communicatie weer vreselijk verlopen is. Alleen, ja, dan vind ik uw eigen bijdrage toch wat aan de magere kant, zou ik maar zeggen. Ja goed, u kiest ervoor om een college te geven hier in deze raadzaal. Nou, die keuze heb ik gemaakt om dat niet te doen. Dus dat even over mijn matige bijdrage, meneer Breukeman. Maar laat ik even helder zijn. Volgens mij is dit niet iets wat je in moties vangt, want dat heb ik net ook betoogd. Dus dit vang je niet in een motie, hiermee los je tijdelijk iets op. En ik heb het pleidooi gehouden, en dat is een zaak van cultuur, van bewustwording, van met elkaar de juiste dingen willen doen. Dat vang je niet in een motie. Om zorgvuldig te zijn in de communicatie richting onze burger. Dat geldt niet alleen voor dit dossier, maar dat geldt in de breedte, meneer Breukeman. Dus ik heb sympathie voor uw motie. U lost daar ook een klein deel mee op, maar richting de toekomst heeft u daar niets mee opgelost. En ik wil graag het gesprek met u aangaan over hoe we dat in de toekomst gaan doen. En dat gaan we vandaag niet in deze motie vangen. Ja, voorzitter, had je nog op me reageren. Ik hoop dat de heer Bak iets van het college heeft opgestoken, maar los daarvan... Ja, u begint heel vaak, en niet alleen deze discussie, maar meerdere discussies, hè, dat altijd het begin zo
nou ja, niet naar uw wens verloopt, laat ik het dan zomaar noemen. Maar ik zou daar ook op willen zeggen, voorzitter, een discussie heeft ook altijd een beginpunt. En het lijkt er bij u wel op alsof een discussie nooit een beginpunt mag hebben, omdat het beginpunt bij u altijd verkeerd is. Ik zal u uit de droom helpen, een discussie heeft altijd een meneer beginpunt. Meneer Breukman, volgens mij hebt u dan absoluut niets begrepen van wat ik hier zojuist betoogd heb. Ik heb wel degelijk een beginpunt bij de discussie, maar u maakt geen eindpunt en dat is volgens mij uw probleem. Nou, volgens mij zorgen wij ervoor dat de bezwaren gehoord worden, zelfs nog voordat de termijn van ter inzagelegging aanbreekt. Dus die werp ik verre van mij, voorzitter. Akkoord. Daarmee kunnen we deze discussie volgens mij afronden en is er een begin en een eind aangekomen in ieder geval. Heer Breukeman, dank voor de bijdrage van de zijde van het CDA. De fractie van de Partij van de Arbeid. De heer Jongrans. Dank u wel, voorzitter. Ja, de ontwerp, structuurvisie, herprogrammering, woningbouw. Laten we er even bij stilstaan. Die moet ter inzage worden gelegd. Nou, we hebben de vorige keer in de oriënterende ronde daar veel woorden aan gericht over dat het nog niet een voldragen voorstel was. De heer Breukeman heeft net zeer eloquent uitgelegd wat er aan schort en wat er aan gedaan moet worden. Vandaar dat wij ook die motie graag onderschrijven. Die context die wel in de oriënterende ronde door de wethouder werd gegeven, daarvan gaan we er dan ook vanuit dat hij nu ook in de definitieve tekst terechtkomt. Want wij denken dat met die aanvullingen, dat er daardoor veel meer mogelijkheden komen voor nieuwe initiatieven. En dat die niet gehinderd worden door wat kansarme projecten die zich maar voorslepen. U moet zich voorstellen dat als je veel van die projecten hebt, dat een kansrijk nieuw project vanwege een feit dat er, ik noem maar wat, een plek vrijkomt in de binnenstad waar je graag wel wat zou willen doen, maar wat niet kan, omdat er zeg maar, de andere locaties in de lucht houdt terwijl je aan je maximum zit. Dus wij zijn het zeer eens met de gedachtegang achter dit en steunen en met inachtneming van de verandering die door de motie is aangegeven, dit stuk. Ja. Dank u. Dank. Fractie van de ChristenUnie. Mevrouw Hof. Voorzitter, dank u wel. Veel is al gezegd, dus ik kan het kort houden. Het voorliggende raadsvoorstel en het memo bieden verduidelijking, waarbij er voor de ChristenUnie vier zaken uitspringen. Dat is dat het college onderzoekt nog wat de mogelijkheden zijn voor versnelling in de bouwproductie. Het tijdelijk schrappen van uitbreiding betekent blijvende mogelijkheid tot verdere inbreiding. Het uitstel betekent ook geen afstel. Want het schrappen van uitbreiding kan weer ongedaan worden gemaakt bij gebleken behoeften. En het is niet zo dat er in de betrokken kernen nu helemaal gestopt wordt met bouwen. Er is een restant harde plancapaciteit. En ja, er zijn zorgen bij de betrokken plaatselijke belangen. Die hebben op 20 maart met de portefeuillehouder gesproken. En desondanks leveren nog onzekerheden. Dat bleek ook maar weer in de brieven die wij onder andere van Stadsbelang Gramsbergen en plaatselijk belang Bergentheim hebben ontvangen. Wat daaruit ook blijkt is dat het voor minder ingewijden toch taaie materie blijft. En daarom hebben wij samen, of heeft het CDA samen met ons en met de Partij van de Arbeid de motie ingediend waarvan de heer Breukeman zojuist het dictum heeft voorgelezen. De ChristenUnie heeft in een eerder stadium al aangegeven dat met name voldoende woonruimte voor alle doelgroepen, waarbij de focus ligt op minder draagkrachtige ouderen en startende jongeren, toekomstbestendig wonen en het leefbaar houden van de kleine kernen belangrijk zijn. En ook dat zien wij terug in de reacties van plaatselijk belangen. Uit de stukken blijkt ook dat er nog een aantal zaken moeten worden uitgezocht of op uitsluitsel wachten. En in de oriënterende ronde hebben we er al even aan gerefereerd dat een belangrijke onzekere factor daarin is wat de mogelijke financiële consequenties zijn om contractuele afspraken met betrokken partijen te wijzigen. Nou, gezien wat hier allemaal de revue is gepasseerd over communicatie en informatie, gaan wij er voetstoots vanuit dat het college de uitkomsten daarvan met de raad gaat delen zodra ze bekend zijn. Dank u wel. Akkoord, dank u wel. De fractie van D66. Voorzitter, dank u wel. Er is inderdaad al heel veel gezegd en er zijn zelfs meerdere colleges inmiddels gegeven over politiek.
Nou moet ik zeggen dat ik het merendeel van het college niet goed begreep. Maar dat komt ook door een wat warrige discussie over wel eens niet is. Wat ik wel begrijp is dat we in ieder geval allemaal lijken te pleiten voor een gezonde woningmarkt in deze gemeente. En dat we ons best willen gaan doen om die woningmarkt gezond te houden ook naar de toekomst toe. Neemt niet weg dat inderdaad er zorgen zijn bij de plaatselijke belangen, een aantal althans daarvan, over de leefbaarheid in hun dorp. En die leefbaarheid is wel de crux van het hele verhaal wat mij betreft. En die leefbaarheid is ook toekomstgericht natuurlijk. En dat gaat niet over deze generatie of over de komende generatie, maar het gaat over generaties daarna ook nog een keer. En daarom denk ik dat het ook goed is om inderdaad voor zienswijze dit voorstel voor te leggen aan onze inwoners. En hierbij wil ik dan ook graag de plaatselijke belangen, maar ook alle inwoners oproepen om, als er opmerkingen zijn over dit plan, deze gewoon in te sturen als zienswijze, zodat we hier ook verder over kunnen discussiëren in deze raad. Want het is blijkbaar nog niet mogelijk om in het proces zoals we dat nu hebben ingestoken op voorhand dat gesprek aan te gaan. Laten we het dan maar in het proces doen zoals we dat zijn ingegaan. Wat betreft ChristenUnie hoorde ik mevrouw Hof zeggen, voorzitter, dat er geen afstel is van de plannen. Dat heb ik ook gehoord in de beantwoording van de portefeuillehouder tijdens de oriënterende ronde. Alleen is er nog één lichte zorg en dat is tevens dan de vraag. Er wordt wel gesproken in het voorstel over alternatieve toepassingen van de gronden, zolang het duurt, waaronder bijvoorbeeld het aanleggen van zonneweides. Wat doen we daarmee als er dan toch een vraag blijkt te zijn met betrekking tot woningbouw? Hier graag een reactie op van het college. En daar wou ik het voorlopig even bij laten. Dank u wel. Akkoord. Dank. Ik kom bij de fractie van Oproes nu. De heer Kloekhorst. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wij keken met eigenlijk een beetje nu naar het voorstel. Het was de bedoeling dat de inwoners zouden spreken. We hebben inmiddels een heel betoog gehad hoe het zou moeten. En dan denk ik terug aan die staatssecretaris Jan Scheven, die zei van, in gelul kun je niet wonen. Hij moest dat laten corrigeren en toen is het geworden, in geoude hoer kun je niet wonen. Voorzitter, het is te vroeg. Jammer dat het nu gebeurt. Nu komen pas de inwoners aan het woord. En ook wij voelen ons eigenlijk wel een beetje schuldig dat wij onze eigen discussies soms belangrijker vinden dan de mening van de inwoners. Want daar gaat het uiteindelijk om. Toch ondersteunen wij de motie van de ChristenUnie, CDA en PvdA. Tenminste, als de heer Boersma mij daartoe staat. En denken dat we nu, wat er nu komt, dat we gewoon het beste ervan moeten maken. En dat we moeten proberen weg te nemen dat de stellingen al zijn betrokken en dat de toon al is gezet. En het zal nog een echte opgave worden. Dank u. Akkoord, dank u wel voor de bijdrage van Opkoerspunt. Nu, daarmee hebben we de eerste termijn afgerond. Zijn alle fracties aan het woord geweest? Er zijn niet heel veel vragen eigenlijk overgebleven, vooral... algemeen conclusie is, geef het proces nu, laat het de inspraak ingaan en haal de reacties naar de samenleving op. Toch een paar enkele vragen nog, onder andere van D66 over de zonneweides in relatie tot de plannen die er liggen. Het woord is aan de heer Prins. Voorzitter, dank u wel. Ja, we hebben het vorige keer uitvoerig gehad over het proces. Ik heb er volgens mij voldoende over gezegd. Om daar nu meteen een cultuurwijziging aan te koppelen, dat weet ik niet. Maar dat laat ik graag aan uw raad over. Schrappen in Q2. Schrappen helpt altijd. Als je harde plannen schrapt, krijg je meer mogelijkheden voor andere plannen. Maar schrappen in Q2, dat zou niet handig zijn. Want in Q2 heb je juist op korte termijn de kansrijke projecten. En hoeveel dat er dan precies zijn, dat weet je niet. Maar als je gedurende het proces merkt van nou dat het kansrijke deel er wel uit is, op dat moment zou je een nieuwe keus kunnen maken of zorgen dat datgene wat nog over is weer in een kansrijke positie komt. Dus ik zou daar wat dat betreft aan de kansrijke projecten op korte termijn niet willen tornen. Het is zaak om zo snel mogelijk daarmee aan de slag te gaan, om ook weer de volgende primo's prognoses, om daar dan weer goed uit de bus te komen.
Voorzitter. Mag ik daar een verduidelijkende vraag stellen? Ik heb de vraag inderdaad in de O-ronde gesteld. Het ging mij echt ook als doel van op voorhand inschatting te maken of er op voorhand inderdaad in kwadrant 2 al geschrapt zou kunnen worden of niet. En u geeft min of meer hetzelfde antwoord, maar u wacht tot het einde om te kijken of er geschrapt kan worden. Is dat naar voren te halen? Dat is eigenlijk, om mijn vraag specifieker te maken, de vraag. Dat zou misschien in een volgende ronde kunnen, maar ik zou eerst wel eens willen zien van welk deel van Q2 is nu echt kansrijk. En die opzet hebben we nog niet helemaal. Ja? Dus ik denk dat die TZT best nog eens een keer weer ter discussie komt. Dat Q2 in kwadrant missie 4 komt. Ja, want we hebben toch eigenlijk wel gezien dat Q0 en Q4, dat zijn eigenlijk de kwadranten waarin je het beste kunt schrappen. Dus het lijkt me goed dat we dat ook even vasthouden. Hè, dat we, want wonen wordt, als we het op deze wijze gaan doen, moeten gaan doen. Hè, met veel kortere termijnplanning wordt denk ik in de toekomst veel vaker een onderwerp hier. Omdat je veel vaker kleinere bestemmingsplannen langs zult krijgen. Dus laten we, denk ik, is mijn advies aan u als raad, laten we dat even vasthouden. Even kijken. Dan lag er nog een vraag over de zonnevelden. Die moet je eigenlijk als volgt interpreteren. Als je samen met de bevolking, met plaatselijk belang, ziet dat je gronden hebt die naar alle waarschijnlijkheid 15 jaar niet aan bod komen. Want in zo'n periode moet je dan denken. Ja? Stel dat je gemiddeld 10 kavels per jaar uitgeeft en dat je 300 kavels nog ter beschikking, ik noem maar even gewoon wat getallen, dan betekent het dat je na 15 jaar na 150 kavels dat 7,5 hectare zou hebben liggen. Dan kan je op dat moment ook het besluit nemen om zo'n exploitatieduur van zonnepanelen, zonnevelden, dat is ongeveer 15 jaar. Dan zou je op dat moment kunnen besluiten, samen met plaatselijk belang, samen met de omgeving, want nou, wij gaan daar zonnevelden aanleggen en dat kan ook minder dan 7,5 hectare natuurlijk. Zo moet je hem begrijpen. Ja? En die discussie hebben we ook in een wat breder verband gehad met de provincie, daar waar het gaat over bedrijventerreinen. En vooral voor die gemeenten die heel veel overcapaciteit hebben. Ja? En als je dan voor 15 jaar zonnepanelen doet, dan weet je dat je het 15 jaar niet in kunt zetten voor bedrijventerreinen. Dan is het eigenlijk als harde plancapaciteit voor 15 jaar weggeschreven. In die setting is het bedoeld. Voorzitter, nog even een klein Rodemond dingetje erover. Dat snap ik en ik vind het ook heel fijn dat u in ieder geval van plan bent om daarmee met de plaatselijke belangen over in conclave te gaan. Wat betreft dan die andere invulling van de gebieden. Het blijft wel een beetje staan dat je wel de ontwikkeling van het dorp in die zin mogelijk wat op slot kan zetten. Vindt u dat geen groot risico daarin dan? Gezien even de reacties van de plaatselijke belangen nu. Ja, dat is en blijft een risico. En dat zul je dus ook samen met de plaatselijke belangen moeten bespreken. Ja, en als het zo is dat het risico's in zich heeft, veel risico's, dan zou ik altijd adviseren om het niet te doen. Ja? Het is dus ook een middel om harde plancapaciteit op die wijze eruit te halen. Alleen daar hebben we nu niet voor gekozen, omdat we denken dat we binnen 15 jaar die gronden, het grootste deel van die gronden gewoon nodig hebben. Dan de motie. Maar ik kan er heel erg lang over hebben. Het lijkt me een prima motie. In de discussie met de plaatselijke belangen, want er werd net nog aan gerefereerd van dat ik de vorige keer heb ik aangegeven dat de plaatselijke belangen dat een prima avond vonden, die informatieavond. Alleen waren ze wel enkele plaatselijke belangen van de 9 waren dat er 2. Die zeiden van hoe krijgen we nou zekerheid als één keer de harde plancapaciteit weg is, hè? Als bestemming eraf is, hoe krijgen we dat dan weer terug? Nou, toen hebben we de mogelijkheden van moties en amendementen besproken, zodat het dan ook op die wijze verankerd ligt. En deze motie die is volgens mij daar een mooi uitvloeisel van. Die haakt prima aan op datgene wat ook twee plaatsen belangen hebben aangegeven waar pijnpunten bij hun zitten. En volgens mij past dat prima. Dus ik wil de motie graag overnemen, voorzitter. Akkoord, helder en duidelijk. Ik kijk even rond. Is er behoefte aan een tweede termijn of zouden wij tot stemming kunnen overgaan? Volgens mij zouden wij kunnen besluiten om te gaan stemmen. Dan stemmen we eerst over het voorstel en dan komt vervolgens de motie aan bod. En dan vraag ik u of u kunt instemmen met de ontwerpstructuurvisie herprogrammering woningbouw zoals die voor ligt. Met de terinzagelegging, maar met het besluit om die nu terinzage te leggen, deze ontwerpstructuurvisie. CDA-fractie voor, ChristenUnie voor, VVD akkoord, ook D66 op koers met nu en Partij van de Arbeid akkoord. Daarmee
is er een besluit gevallen om de ontwerpstructuurvisie ter inzage te leggen. Dan komen wij bij de motie, motie nummer 1. Om bij de definitieve vaststelling meer context en informatie moet worden gegeven in het raadsvoorstel. Ingediend door de fracties van CDA, ChristenUnie, Partij van de Arbeid. Die staan er nog steeds achter, neem ik aan, na ook een reactie van de zijde van het college. Dan kijk ik vervolgens naar de andere partijen. VVD, kunt u instemmen met deze motie? Akkoord. D66 is akkoord met deze motie. En ook op koers met nu, volgens mij ook aangegeven in de bijdrage, akkoord te zijn met deze motie. En daarmee is de motie raadsbreed aangenomen. Dat brengt ons bij agenda punt 8, de rondvraag. Waarvoor zich twee personen hebben gemeld. De heer Brink en de heer Van den Berg, anderen niet. Ik begin bij de heer Brink. Dank u wel, voorzitter. Ja, het was tijdens de kaderstellingsnota die we vorig jaar bespraken en die betrekking hadden op dit jaar, dat er meerdere partijen in het huis vroegen om meer aandacht voor inclusief beleid. Oftewel de inclusieve samenleving. Als uitsloedsel daarvan is er een raadswerkgroep opgestart, waarin ook een aantal raadsleden een zitting hebben. En die hebben een mooie werkconferentie voorbereid die als hoofdthema draagt de bewustwording als het gaat om de inclusieve samenleving. Inmiddels hebben zich al heel veel mensen uit de samenleving zich hiervoor aangemeld. We hebben een mooi programma met boeiende sprekers die enerzijds vertellen over hun ervaringsdeskundigheid als het gaat om de inclusieve samenleving. We hebben ook mensen die een toelichting geven vanuit het werkveld. En ik wil u bij deze stand graag oproepen om daarbij aanwezig te zijn. En aanmelden kan via mevrouw Prins, zoals u dat ook heeft kunnen lezen in de stukken. Maar goed, het is een inclusieve uitnodiging ook, dus ik wil ook de mensen op de tribune daarvoor van harte uitnodigen. En aanmelding kan ook via mij, mocht u de stukken niet gehad hebben. Dus bij deze een oproep, wees daarbij. Inclusieve samenleving is belangrijk en wordt steeds belangrijker. Dus ik zou hem u zeker niet willen onthouden en meldt u daar zich vooral voor aan. Tot zover. Akkoord, dank u wel. En die bijeenkomst is 20 april hier in de raadzaal. Ja, die bijeenkomst is inderdaad 20 april, voorzitter. Wij hebben een inloop vanaf 7:30. En we starten rond 7:30 met ons programma. Inloop is van 7:00, moet ik goed zeggen. En dan zullen wij in die avond een boeiend programma presenteren. Zodat u zich goed bewust wordt van de inclusieve samenleving. Want daar gaat het om. Akkoord. Een oproep om vooral ook deel te nemen aan deze bijeenkomst. De heer Van den Berg. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, bij de CDA-fractie komen regelmatig berichten met dat ook de crisis gelukkig in Hardenberg een beetje voorbij is. En dat er toch heel veel bouwaanvragen zijn. Ondanks dat de ambtelijke organisatie zich het s'nachts voor de ogen werkt, daar zijn we van overtuigd. Maar is toch de beoordeling van die plannen duurt eigenlijk langer dan we eigenlijk verwachten van de gemeente Hardenberg. En de vraag is eigenlijk aan het college van de portefeuillehouder, zijn die signalen bij het college bekend? En zo ja, wat gaat het college hier aan doen? De crisis is voorbij. Volop aan het werk. En is er voortgang? De heer Prinsel. Ja, die signalen bereiken ons ook. Ik word en ook andere collegeleden worden regelmatig gebeld. Wij hadden al, we zaten al dus ver beneden het landelijk gemiddelde voor wat betreft verwerkingstijd. Ja, en we hebben nu soms al de situatie dat we een uitstel moeten vragen. En dat heeft er met name mee te maken. We hebben een forse bezuinigingsslag gehad, waarbij we dus ook informatie behoorlijk terug zijn gegaan. En op dit moment is de bouw weer volop bezig. En het lukt ons niet om binnen die 4 weken van vroeger om alles geregeld te krijgen. Zo af en toe gaan voor bepaalde onderdelen huren we al capaciteit van buitenin af. We hebben al een bedrijf wat bijvoorbeeld de constructies bekijkt. Maar het kan niet zo zijn dat dat bij ons de regel wordt dat we de 8 weken termijn moeten gaan verlengen. En dat willen we ook zeer beslist niet. En vorige week hebben we er uitvoerig in het college over gediscussieerd. En wij hebben besloten om in ieder geval te kijken of wij wat meer capaciteit kunnen gaan inhuren. En als de vraag vanavond niet gesteld was, hadden we u daar bij de eerste bestuursrapportage over geïnformeerd. Dat we wat meer geld gaan uitgeven voor plantoetsen, zoals dat heet. En dat kan ook omdat we
ligt altijd hoe je het verrekent met de BOH, omdat we ook meer leges binnenkrijgen. Maar het probleem is ook dat door straks zeer waarschijnlijk de privatisering van een serie van bepaalde bouwaanvragen, zie je ook dat er in de markt een run is op plantoetsers. Er zijn nogal wat bedrijven die denken, we moeten straks zorgen als we het zelf moeten doen, dat we goede plantoetsers hebben. Dus op de markt is het heel moeilijk om plantoetsers te vinden. Als je enige senioriteit is al lastig, omdat die vaak al richting bedrijfsleven gaan. Andere gemeenten zitten met hetzelfde probleem. Maar we hebben er wel een urgent punt van gemaakt om zo snel mogelijk de capaciteit op het niveau te hebben, zodat we weer in de buurt komen van ons streven om zo snel mogelijk die vergunningen te verlenen. En bij de eerste BEERAP zullen we u daarover rapporteren. En ook in de kadernota kunt u daar een opmerking over verwachten. Met daarbij ook het verzoek om wat extra middelen daarvoor beschikbaar te stellen. Dus we willen ook eigenlijk niet wachten. We willen zo snel mogelijk extra capaciteit om de plannen weer zo snel mogelijk te kunnen beoordelen. En dat er zo snel mogelijk gebouwd kan worden. Voorzitter. Akkoord, Rons vraag. Niet de bedoeling, verduidelijk aan de vraag. De heer Van den Berg, kijk eerst even naar de heer Van den Berg. Voldoende? Ja, dank u wel, voorzitter. Nog even een aanvullende vraag daarover. Die plantoetsers, kunnen we dat zelf zo snel regelen of moeten we ook nog eerst overleggen met Ommen? We moeten overleggen met Ommen, maar als Ommen een andere keuze maakt, dat is prima, dan wordt het als pluswerk gezien. En dan is het dus gewoon een Hardenbergse zaak. Als ik nu even hardop denkend, in de voorscan zitten we te denken aan voor Ommen en Hardenberg samen 90.000. Nou, wat ons betreft zou dat 67.000 zijn, dat is zeg maar ongeveer 4 dagen in de week. Ja, en als Ommen meedoet is het een fulltime, en anders niet. Ja. Akkoord, om te voorkomen dat we heel ver in de bedrijfsvoering nu gaan. De heer Rodemond nog. Even ter verduidelijking, dank ook voor de vraag richting de overkant, voorzitter. Maar ik vroeg me wel af, hoe verhoudt zich het plan om meer capaciteit in te huren met de komst van de omgevingswet, die mogelijk dergelijke capaciteit overbodig gaat maken? Ja, daar heb je kunt van een detachering gebruik maken. Je kunt ook de keuze maken dat je even kijkt naar hoe is het natuurlijk verloop op een afdeling. Maar wij zouden nu al blij zijn en we gaan ervan uit dat we dat voor de eerstkomende jaar zijn, dat we iemand hebben. En ik laat aan de afdeling graag over of dat een vaste aanstelling wordt, dan wel een detachering. Want op dit moment is er gewoon hartstikke veel werk en het zou zonde zijn dat we dat laten lopen voor onze inwoners en ondernemers. Dus dat is een stukje bedrijfsvoering wat mij betreft. En ik heb het liefst flexibiliteit, maar dat heeft ook wel zijn prijs. Ja, dus die afweging zullen we ergens moeten maken. Maar ik verwacht niet. De privatisering van de bouwvergunning, dat gaat wat tijdwinst opleveren, denk ik. Dat gaat wat werk besparen. Of de omgevingswet aan zich, dat voor plantoetsers veel tijd gaat besparen, dat waag ik op dit moment te betwijfelen. Prima. Akkoord, dank voor de beantwoording. Ik kijk even rond. Geen vragen meer. Tot de rondvraag. Dan komen we bij het laatste punt van deze agenda. Sluiting van de raadsvergadering. Ik sluit de vergadering. Om 8 uur begint de oriënterende ronde. Dank voor uw bijdrage. Thank you.